Op donderdag 17 februari 2022 heeft in de vergaderzaal van Courtyard by Marriott de launch plaatsgevonden van het platform The Golden Future. Dit platform richt zich op de jonge en startende ondernemers met als doel de kwaliteit van hun onderneming verder te verbeteren. Wij spraken met de voorzitter Genevieve Simpson en verschillende bij het platform aangesloten ondernemers. De Golden Future, waarom die naam? Het zegt het al, de Gouden Berg. Wij zijn de toekomst voor ons land, voor onze generatie daarna. In dit platform ben ik eigenlijk gestart. Waarom? Omdat ik zelfs ook een startende ondernemer ben geweest. En most part of it is dat ik zie dat er heel veel potentie is in Suriname qua jong ondernemerschap. Er zijn heel veel jonge ondernemers. Dan kijk ik naar de levensduur in hun organisatie, die eigenlijk tegen heel veel zaken aanlopen en ze niet de volledige begeleiding krijgen om vol te houden. En daarom zeg ik altijd, of is mijn levensmotto, jouw toekomst voorspel je door het zelf te creëren. Dat brengt mij en dat wil ik ook aanbieden aan de jonge ondernemers om zich bewust van te maken, zeg, als je ermee start, ga ermee door. En daar willen wij ze bij staan. Hoe kan men zich aansluiten bij dit platform? Nou, je gaat naar de website. Je klikt dus de website is in Golden Future Suriname. Je klikt op de link, meld je aan. Je gaat dus je gegevens volledig invullen. Je gegevens komen binnen. Er wordt gelijk een mail naar jou toegestuurd. En daarop kan je dus aangeven wanneer je beschikbaar bent om een intakegesprek te hebben en wij zorgen ervoor om het proces dan te vervolgen. Waarom deze naam Golden Future? Ik geloof in toekomst. Ik geloof in carrière, ik geloof in motivatie, ik geloof in daadkracht. Ik geloof in betrouwbaarheid en ik geloof in groei. Ik heb me namelijk aangesloten bij dat platform, omdat ik een startende ondernemer ben. Ik ben gestart met mijn 15e, begon ik gewoon woningen schoon te maken. En op mijn 20e heb ik dan besloten om mijn onderneming eigenlijk naar voren te brengen. En ik had het echt een beetje zwaar met finance, hoe begin je, adviezen. En ik ben toen in aanmerking gekomen, in contact gekomen met Genevieve Simpson. En we hebben elkaar dan de push gegeven, ze hebben me ondersteund, ze hebben me heel wat punten aangewezen, waardoor we hebben besloten om dan de platform te joinen. En hoe ga jij jouw bijdrage leveren? Door anderen te helpen, te motiveren, om niet op te geven, want er zijn tijden geweest waar ik zelf zei van nee, ik ga gewoon niet meer kunnen, het is gewoon te zwaar. En ik weet dat er velen daar zijn die ook daarmee te kampen hebben en dan motiveren en de moed te geven en meer uit te leggen wat ze eigenlijk beter zouden kunnen doen, zodat hun bedrijf dan vooruit gaat. Ik kan me helemaal terugvinden. Het was eerst een hele kleine groep en we zijn daarna gaan groeien. We hebben samengewerkt, we hebben gesproken over wat de drempels zijn in het ondernemen en toen kwam het de informatie van het platform en ik vond me helemaal erin en heb ik me aangesloten. Je bent ook ondernemer. Kan je ons vertellen over jouw onderneming? Ja, ik heb twee bedrijven. Dat zijn Royalty Breakfast Bar, is een breakfastbedrijf. Ik doe breakfast en brunchparties, organiseer ik voor mensen, maar ik verkoop ook breakfastboxjes en gewoon alledaagse breakfast als het ware. En Mels Cosmetics Suriname, die is mijn eerste baby. Ze is straks 1 jaar. In april bestaat mijn bedrijf 1 jaar. En ik produceer organic, oplossingsgerichte cosmetische producten.